deze webinar rond greenwashing. Ik ben Nele Pieters, Chief Strategy Officer bij Encom. En vanuit mijn functie daar dagelijks betrokken bij bedrijven die bezig zijn met het opzetten van duurzaamheidsstrategieën of het vormgeven van een geloofwaardige duurzaamheidsbelofte. Het is dan ook vanuit deze ervaring dat deze webinar vorm heeft gekregen, omdat wij heel erg merkten dat veel bedrijven greenwashen connoteren met malafide praktijken, of tenminste met bedrijven die bewust voor winstbejag gaan, in tegendeel tot het gaan voor de sociale of ecologische noden in onze maatschappij. Met deze webinar willen wij eigenlijk dat vooroordeel doorbreken en laten zien dat greenwashing meestal niet te maken heeft met slechte intenties. Het heeft eerder te maken met een onderliggende menselijke factor. En dat gaan we in de loop van de presentatie onderbouwd ook wel meer meegeven. Eerst en vooral wil ik nog eens heel even terugkomen op het idee waarom dat greenwashing nu eigenlijk een probleem is. Uiteraard heeft het wel belangrijke maatschappelijke impact, maar ook voor de bedrijven zijn er redenen waarom dat je op voorhand proactief zou kunnen nadenken om greenwashing te gaan vermijden. Enerzijds zien we twee spiralen die eventueel in de maatschappij op gang kunnen komen. Vanuit de positieve kant bekeken kunnen we zeggen van ja, duurzaamheid levert op. Ik denk dat heel veel marketeers, salesmensen, commerciële mensen, HR-managers zich wel heel erg bewust zijn van het feit dat mensen op zoek zijn naar purpose en daar ook wel op inspelen om hun marketing, om hun sales, om hun employer branding, om hun branding naar omhoog te krijgen. Dus greenwashing, dus duurzaamheid heeft op die manier een positief effect, waardoor dat bedrijven kunnen groeien, meer winsten kunnen maken, met andere woorden weer meer kunnen gaan investeren in duurzaamheid, waardoor dat we een opwaartse spiraal in de maatschappij op gang kunnen brengen, waarbij wat goed is voor bedrijven ook goed is voor de wereld. Greenwashing heeft het omgekeerde effect. Daar krijgen we een neerwaartse spiraal. Daar zien we dat als die consument, als die werknemer, als die niet gelooft in de duurzaamheidsbelofte van een bedrijf, dat die ook niet voor dat bedrijf gaan kiezen, waardoor dat de winsten ook tegenvallen, waardoor dat investeringen in duurzaamheid ook niet terugverdiend worden, waardoor dat er een neerwaartse spiraal op gang komt, waarbij wat goed is voor de wereld niet meer goed is voor de bedrijven. En we zien dat vandaag de dag wel effectief ook gebeuren. We hebben vorig jaar een onderzoek gedaan in Vlaanderen en daar zagen wij dat 72% van de Vlamingen al aangeeft geen of een zeer matig geloof te hechten aan de duurzaamheidsbelofte van bedrijven. Dus als wij die opwaartse spiraal in de maatschappij op gang willen brengen, dan is het belangrijk dat we op een geloofwaardige manier over duurzaamheid gaan communiceren. Op zich is dit nog een filantropische instelling, dus daarom dat we een iets hardere stok achter de deur ook wel meegeven. Want de Europese Unie is bezig met het kijken of het mogelijk is om greenwashing te gaan zien als een oneerlijke handelspraktijk. Of het wordt al gezien als een oneerlijke handelspraktijk, maar ze zijn ook aan het bekijken op welke manier dat ze die oneerlijke handelspraktijk ook kunnen gaan beboeten. Als het op die manier beboet wordt, dan weten we dat gigantische boetes kunnen zijn. Ik denk zelfs tot 2% van de omzet van bedrijven. Dus dat wel een gigantische stok achter de deur is, waardoor dat bedrijven ook wel weten dat het belangrijk is om niet aan greenwashing te gaan doen. Dus er zijn twee redenen waarom dat ook weer deze presentatie ontzettend belangrijk is. Ook voor bedrijven die niet bezig zijn met malafide praktijken. Enerzijds omdat het toch wel heel interessant zou zijn om die opwaartse spiraal in de maatschappij op gang te brengen. En ervoor te zorgen dat wat goed is voor de wereld ook gewoon goed is voor bedrijven. En dat we met z'n allen op een lange termijn met duurzaamheid bezig kunnen zijn. En als dat niet genoeg is, dan is er een serieuze stok achter de deur. Waarbij dat straks greenwashing serieus beboet gaat worden als oneerlijke handelspraktijk. Dus dat brengt ons bij ons eerste hoofdstuk. Wat betekent greenwashing dan eigenlijk? Want als het hier niet gaat over slechte intenties of malafide praktijken, waarover gaat het dan wel? Eerst en vooral is het ontzettend belangrijk om hierbij aan te geven dat greenwashing niet gedefinieerd wordt door de bedrijven. Greenwashing wordt gedefinieerd door hun stakeholders. Dus het is allereerst al heel belangrijk om een andere blikveld aan te nemen. Het moet niet vanuit het bedrijf,
naar duurzaamheid te gaan kijken, moet vanuit de stakeholder naar duurzaamheid gaan kijken. En die stakeholder, die wordt altijd maar kritischer en eist steeds meer onderbouwing en transparantie en consistentie. En wij kunnen allemaal zeggen dat die stakeholder misschien soms te kritisch wordt, maar in die end gaan zij gelijk hebben, want zij gaan de definitie van greenwashing geven. Vanuit dat perspectief kunnen we eigenlijk de definitie onderverdelen in drie onderdelen. En het allereerste is onvoldoende onderzoek om een claim te kunnen onderbouwen, zodat er eigenlijk bedriegelijke informatie naar die stakeholders zou kunnen gaan. Een belangrijk onderdeel hierin is vooral onvoldoende onderzoek. Want ik denk dat de meeste bedrijven wel al heel goed weten van als wij een bepaalde claim willen naar buiten brengen, ja, dan is het wel belangrijk dat we een of andere vorm van onderzoek gedaan hebben, dat we wel zeker zijn dat die claim waar is. Maar het gaat hier over het feit dat er ook voldoende onderzoek moet zijn om die claim te kunnen maken. En wat we vandaag de dag heel dikwijls zien, is dat de claim groter is dan het onderzoek dat eronder ligt. En dat dat kan leiden in de ogen van de stakeholder tot naar greenwashing. Om hier een voorbeeld te geven, link ik graag naar CO2. Dat is op dit moment een heel belangrijk of heel interessant duurzaamheidsonderwerp voor heel veel bedrijven. En je ziet dat heel veel supermarkten daar bijvoorbeeld op inspelen. Die supermarkten die zijn aan het vertellen over ja, het feit dat zij CO2-neutraal zijn. Maar de vraag is hier natuurlijk van kunnen wij zeggen dat die, of kunnen die supermarkten wel zeggen dat ze CO2-neutraal zijn als de producten die in de supermarkt liggen, waarvan dat we weten dat dat het merendeel van hun CO2-uitstoot uitmaakt, dat die niet CO2-neutraal zijn. Met andere woorden, de claim, de supermarkt is CO2-neutraal, is hier groter dan het onderzoek dat er naar verricht is. Het kan perfect zijn dat dat onderzoek, als dat uitgevoerd wel wordt, dat dat die claim gaat onderbouwen. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Dus eigenlijk is het heel eenvoudig om hier een juiste boodschap te kunnen brengen. En dat is door gewoon te zeggen, kijk, onze winkel is CO2-neutraal. Of het gebouw waarin onze supermarkt zich bevindt, is CO2-neutraal. Een tweede voorbeeldje is er eentje geweest van L'Oréal. L'Oréal heeft een product op de markt gebracht waarvan ze konden laten zien dat het 100% vegan is. Dus ze hebben daar echt onderzoek naar gedaan. Heel dat product, wat daarin zit, dat konden ze allemaal om bewijzen dat het effectief vegan is. Nu, vanuit hun standpunt, vanuit dat onderzoek, hadden ze absoluut gelijk. Het probleem is alleen dat de stakeholder het iets breder is gaan bekijken en is gaan zien dat er wel nog altijd dierproeven gedaan worden op dat product. L'Oréal heeft daar een perfect verklaarbare uitleg voor waarom dat die dierproeven gedaan worden. Maar als we vanuit die stakeholder gaan kijken, kan dit product onmogelijk vegan genoemd worden. Dat is dus ook een hele PR-rel geweest en het product is ondertussen ook uit het terrekken gehaald. Een ander voorbeeldje is vrij recent geweest, eentje van Nike. Nike heeft een heel belangrijk recyclageprogramma waarbij dat ze zeggen van lever uw oude kleren in. Wij zorgen ervoor dat het gerecycleerd wordt, dat het eventueel naar andere landen getransporteerd wordt, hergebruikt wordt in andere materialen, maar dat er in ieder geval iets mee gedaan wordt. Recent is er dan een Duits onderzoek geweest, of een Duitse onderzoeksjournalist, die gloednieuwe sneakers terug heeft ingeleverd in dat recyclageprogramma met een chip erin om na te gaan waar dat die sneakers naartoe gingen. En eigenlijk ontdekt dat die sneakers naar een vernietigingsfabriek hier in België, ergens in Turnhout, gingen. Ja, dat is natuurlijk een hele rel geweest, waarbij dat Nike ook weer een hele goede uitleg had op waarom dat die sneakers naar de vernietigingsfabriek en niet naar de recyclagefabriek gingen. Maar het kwaad was al geschied. In de claim zeggen ze, wij recycleren voor 100%. Het onderzoek dat geleverd heeft, heeft uitgewezen dat het absoluut geen 100% is. En dat er dus eigenlijk onvoldoende onderzoek is om die claim te beweren. En dat we hier vanuit weer het standpunt van die stakeholder zouden kunnen spreken over greenwashing. Dat brengt ons bij een tweede definitie. En dan gaat het eerder over vage claims. Als we vandaag, als je in de auto zit en je luistert dus naar de reclame, dan wordt het heel duidelijk dat er enorm veel woorden gebruikt worden als ecovriendelijk, duurzaam of bewust. Dat zijn heel, ja,
onduidelijk gedefinieerde definities van duurzaamheid, want duurzaamheid is een gigantisch breed begrip, enerzijds. Anderzijds, het is soms ook een heel contradictorisch begrip. We zijn er nog niet en soms kunnen twee vormen van duurzaamheid gewoon nog niet met elkaar gematcht worden op dit moment. Door echter die vage claims te gebruiken, weet niemand welk standpunt dat jij als bedrijf inneemt, waardoor dat het mogelijk is dat een stakeholder vanuit een ander standpunt aan het kijken is en het bedrijf kan betichten van greenwashing. Om hier zo ook een aantal ideeën mee te geven van ja, op welke manier gaat duurzaamheid zichzelf dan tegenspreken, en dan hebben we het hier bijvoorbeeld over zonnepanelen. En als we naar zonnepanelen kijken, vanuit een ecologisch standpunt, vanuit een energetisch standpunt, kan niemand zeggen dat het hier niet gaat over duurzaamheid. Nu, als we langs een andere kant, langs een andere kant kijken, langs de sociale kant, dan weten we dat de meerderheid van onze zonnepanelen nog altijd gemaakt wordt met materialen dat door de handen van Oeigoerse minderheden gaat. Dus vanuit een sociaal standpunt is het dan wel discutabel of het hier wel effectief over duurzaamheid gaat. We willen niet beweren dat een van de twee definities van duurzaamheid de juiste is. Het is echter wel heel belangrijk dat als we spreken over duurzame zonnepanelen, dat we ook heel duidelijk gaan specificeren dat het hier gaat over energie en niet over eventueel andere zaken. Een andere discussie, waarin dat wij uiteraard ook niet verder in discussie gaan, maar waar dat we wel ook weer kunnen laten zien dat er twee definities van duurzaamheid kunnen zien die jammer genoeg nog niet met elkaar matchen, dan is het over kernenergie. Langs de ene kant, als we kijken naar CO2-uitstoot, dan is het heel duidelijk dat kernenergie duurzamer is. Want kernenergie stoot niet de CO2 uit die fossiele brandstoffen wel uitstoten. Langs de andere kant, als we gaan kijken naar afval, ja, dan zien we wel dat er met kernenergie afval gemoeid gaat, waardoor dat we op dat vlak niet over duurzaamheid kunnen spreken. Hier gaat het ook weer niet over het gelijk voor het een of het ander. Het gaat alleen over twee perspectieven die niet met elkaar matchen. En als we die perspectieven niet concreet gaan maken, dat het wel eens zou kunnen clashen, waardoor dat stakeholders bedrijven kunnen betichten van greenwashing, terwijl ze eigenlijk gewoon over twee andere zaken aan het spreken zijn. Nog eentje dat deze zomer gebeurd is, dat is een café in het Gentse geweest dat heeft beslist om cismannen te weren omdat zij de leden van een Flinta-gemeenschap zich veiliger wilden laten voelen. Dat is ook weer een hele discussie geweest waar het heel moeilijk is om juist of fout te gaan identificeren. Want langs de ene kant zeggen we van ja, we willen een onderdrukte of een minderheidsgroep, willen we wel de veiligheid geven. Langs de andere kant zijn we wel ook andere groepen aan het discrimineren. Ook hier weer kunnen we heel moeilijk voor het een dan wel het andere kiezen. Het is wel heel belangrijk om heel concreet te kaderen wat uw insteek als bedrijf is en wat uw definitie als van duurzaamheid is, om die andere kijk op de zaken toch te gaan vermijden. Hoe kan het dan wel? Tony Chocoloni doet dat bijvoorbeeld. Tony Chocoloni is een chocolade dat heel specifiek communiceert rond het feit dat zij willen dat de chocoladeindustrie, of dat zij ernaar streven, dat de chocoladeindustrie 100% slaafvrij wordt. Dat is al een eerste heel concrete definiëring van ze willen naar slaafvrije chocolade gaan evolueren. Ze hebben het hier niet over ecologische aspecten, ze hebben het puur en alleen over die slaafvrije chocolade. Dan is een tweede stuk dat zij ook in hun communicatie heel transparant en heel concreet maken, is dat zij ernaar willen streven dat de volledige chocoladeindustrie slaafvrij wordt. En die concrete, die heldere communicatie heeft hen vrij recent geholpen. Want er is een hetze geweest. Tony Chocoloni werkt samen met Callebaut. Waardoor dat zij van de lijst van slaafvrije chocolade zijn gehaald. Mensen hadden alleen dat stuk gezien, maar Tony Chocoloni heeft daar op een heel eenvoudige manier op kunnen antwoorden van voor ons is het vooral belangrijk dat de hele sector slaafvrij wordt en door nu te gaan samenwerken met Callebaut, kunnen wij Callebaut gaan sensibiliseren, kunnen wij ervan voor gaan zorgen dat die gigant
ook zich bewust wordt van het feit dat het mogelijk is om 100% slaafvrij te gaan. Dus door deze actie te doen, hebben wij veel meer impact kunnen creëren. En dat heeft niks te maken met het feit dat we nu van die lijst afgehaald zijn. Dus dankzij hun heel concrete, transparante communicatie hebben ze hier vermeden dat ze beticht kunnen worden van greenwashing. Een ander voorbeeldje is dat van Kent. Kent heeft heel specifiek duurzaamheid omschreven als: wij willen dat kleding langer meegaat. En ze vertalen dat op heel veel verschillende manieren, maar het is wel heel duidelijk dat dat hun communicatie is. Daarmee gaan ze het niet hebben over eventuele arbeidsvoorwaarden in derde wereldlanden. Nee, ze hebben het specifiek over het langer meegaan van kledij, want zij geloven dat als kledij langer kan meegaan, dat we de fast fashion gaan aanraken, waardoor dat er een keten op gang gebracht gaat worden, waardoor dat kledij duurzamer kan worden. Dat is langs de ene kant. Ze hebben heel duidelijk afgeleid waarvoor dat ze gaan. Langs de andere kant hebben ze dan ook een campagne gelanceerd. It's complicated but not impossible. Waarbij dat ze ook weer aangeven van: het is geen perfectie wat wij nu kunnen. Wij zijn stappen aan het zetten. We zijn er nog niet. Maar het is vooral belangrijk dat we de ene voet na de andere zetten om toch verder te gaan verduurzamen. Dus ook op die manier maakt Kent zich klaar om op een geloofwaardige manier te gaan communiceren en zorgen ze ervoor dat ze concreet genoeg zijn dat iedereen wel het juiste perspectief houdt op hun definitie van duurzaamheid. Dan tenslotte, dan komen we bij de moeilijkste, of toch de moeilijkste dat wij ervaren om uitgelegd te krijgen. En dat zijn inconsistenties tussen claims en realiteit. Ik laat het meestal zien door een iets abstractere slide hier te laten zien. Hier laat ik eigenlijk een groen blokje met een roze randje zien. En als ik aan eender wie zou vragen hier achter het scherm van: ben ik het juiste aan het zeggen? Is dat effectief een groen blokje met een roze randje? Dan gaat iedereen zeggen: ah ja, tuurlijk, dat is een groen blokje met een roze randje. En als ik uitzoom, dan ziet iedereen een roze vlak met een groen kadertje erin. En ook hier gaat niemand zeggen van: ik ben aan het liegen, er staat hier iets anders. Nee, dit is een roze vlak met een groen kadertje erin. En dat is heel duidelijk, dit laat heel duidelijk zien dat het ook een kwestie is van perspectief, van hoe dat we naar duurzaamheid kijken, om te zien of we wel op dezelfde manier aan het communiceren zijn. En dat vertaalt zich ook naar het bedrijfsleven. Want als we naar een bedrijf kijken, en de groene bollen geven weer waar dat een bedrijf al bezig is met duurzaamheid, dan zien we heel dikwijls dat duurzaamheid van onderuit begint. Mensen willen verduurzamen, zijn met projecten bezig, vinden het interessant, willen zich ervoor inzetten, hebben absoluut de juiste intenties. Maar ja, er zijn verschillende snelheden in bedrijven. In dit bedrijf bijvoorbeeld hebben finance, marketing en HR hebben al duurzaamheidsplannen. Marketing en HR hebben dat dan al eens vertaald naar concrete projecten. En hun ops zijn ze zelfs helemaal van onderuit begonnen, want daar zijn concrete projecten en operations aan de gang. Maar er is nog niet echt een plan. Want ja, de sales, ja, die heeft nog geen tijd gehad. Die zitten zo druk in het werk, dus die moeten vooruit kunnen. Die hebben nu even geen tijd voor die duurzaamheid. En de operations is nog aan het werken aan een duurzaamheidsplan, maar is gewoon nog niet daar. Je kunt onmogelijk zeggen dat hier slechte intenties aanwezig zijn, maar dit is wel hetgeen wat de stakeholder ziet. Wat ziet de stakeholder? De stakeholder ziet inconsistenties en die inconsistenties die geven aanleiding voor de stakeholder om te denken dat het hier gaat over greenwashing. Nu, als ik deze slide laat zien, als ik de mensen ook effectief in de ogen kan kijken, dan zie ik dikwijls paniek in de ogen. Want hoe kan ik er in een godshemelsnaam voor zorgen dat mijn hele bedrijf op dezelfde golflengte zit en op hetzelfde moment hetzelfde aan het doen is? En eigenlijk is mijn antwoord heel simpel. Begin van boven. Het is ontzettend belangrijk om op het hoogste punt, top-down, een heel heldere en duidelijke duurzaamheidsstrategie te hebben. Want van zodra dat ze daar heel helder is, heel duidelijk is, dan is het ook veel eenvoudiger om dat consistent doorheen het bedrijf te gaan vertalen. Wat hier wel heel belangrijk ook is om als zijnota mee te geven, is van: het is niet belangrijk dat die duurzaamheidsstrategie op die top ook effectief vormgegeven wordt. Het kan perfect zo zijn, en we raden het zelfs meestal aan, dat een duurzaamheidsstrategie vormgegeven wordt door alle personen binnen het bedrijf.
Maar van zodra dat er beslist wordt om het effectief te gaan uitvoeren, is het wel ontzettend belangrijk dat het van boven naar beneden gedaan wordt, want anders is er een risico op inconsistenties. Het voordeel ook van deze aanpak is, stakeholders gaan het betichten van greenwashing als er inconsistenties zijn, maar stakeholders begrijpen ook perfect dat duurzaamheid niet iets is dat van vandaag op morgen kan gebeuren. Ze begrijpen heel goed dat duurzaamheid een stappenplan is, waarbij het uiteraard belangrijk is om de juiste stappen te blijven zetten, maar het is niet belangrijk om vandaag al ook effectief op die doelstelling te zijn die we naar de toekomst gesteld hebben. Om hier een voorbeeldje te geven van een bedrijf waarin dat we ook concreet zien dat het zelfs de grootste zijn die het soms moeilijk hebben met inconsistenties, heb ik een heel tof filmpje bij. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. And Sue Bird's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking, crazy. Coaching an NBA team, crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Dit is een prachtig filmpje van Nike dat ze uitgebracht hebben. Ik denk dat dat tijdens de Super Bowl was. En waar dat ze duidelijk opnemen voor gelijke kansen voor vrouwen in de sport. En we zijn ervan overtuigd dat dat met de beste intenties is en dat er ook heel veel achter zit en dat de mensen die dit gemaakt hebben, dat dat met hart en ziel is geweest. Het enige probleem was dat het hele bedrijf nog niet helemaal klaar was hiervoor en dat er langs de andere kant in het departement van de sponsorcontracten, dat er nog effectief sponsorcontracten stopgezet werden op het moment dat vrouwen zwanger waren. Waardoor dat die vrouwen niet alleen geen inkomen meer hadden, want zeker in de atletiek moeten die sporters wel leven van de sponsorcontracten die ze krijgen, maar langs de andere kant ook het risico liepen om hun gezondheidszorg afgepakt te krijgen, hetgeen natuurlijk niet ideaal is op het moment dat een vrouw zwanger is. Dus ja, ze hadden echt wel de goede intenties op vlak van dat marketing, van die campagne die daar ontstond. Maar nog niet iedereen in het bedrijf was klaar. Waardoor dat er een inconsistentie ontstond en dat er natuurlijk ook wel een gigantische hetze rond ontstaan is in de Verenigde Staten. Een ander voorbeeldje waarbij dat er inconsistenties naar boven komen is dit van Nestlé. Nestlé heeft al een tijdje geleden een ambitie gesteld om tegen 2025 100% van hun packaging recycleerbaar of herbruikbaar te maken. Hebben daar groot over uitgepakt, hebben daar fantastisch over gecommuniceerd. Daar is echt wel een projectteam op bezig geweest die met de juiste intenties de juiste dingen willen doen. Maar dat kadert natuurlijk niet in het grotere geheel dat Nestlé nog altijd bezig is met het bottelen van water, het water dat uit de kraan komt, om dan een gigantische truckstop bij de mensen in de supermarkten te brengen. Dus als Nestlé wilt communiceren over die plastic soep en ervoor wilt zorgen dat plastic verminderd wordt, ja, dan zijn er wel andere katjes te geeselen dan het recycleerbaar maken van hun plastic waterflessen. Nog een ander, of een laatste voorbeeld, is eentje van IKEA. En IKEA heeft in de UK
in 2019 de meest duurzame winkel neergezet. En achter deze foto hangt een filmpje waarbij dat uit de doeken gedaan wordt. Welke fantastische technieken dat er allemaal in die winkel vervat zitten. Op welke manier dat zij met hernieuwbare energie zijn omgegaan. Met recycleerbare materialen zijn omgegaan. Hoe dat ze ook rekening houden met de lichtinfiltratie. Zodanig dat het welzijn van de mensen op punt blijft. Dus op alle vlakken moet dit een duurzame winkel genoemd worden. En dat is ook bevestigd door Priem, want Priem heeft een van hun hoogste, Priem trouwens een gebouwcertificaat, heeft een van de hoogste ratings gegeven die er mogelijk zijn. Dus vanuit dit standpunt ja, is IKEA enorm goed bezig. Het probleem is alleen dat om deze winkel te bouwen, dat er een andere winkel gesloopt is. En laat dat nu net een Sainsbury's zijn geweest, die 17 jaar geleden een van de eerste supermarkten was in de UK, die zo'n BREEAM-certificaat, zo'n duurzaam gebouwcertificaat, heeft gekregen. Dus ja, als we vanuit dit standpunt gaan kijken, dat een duurzaam gebouw na maar 17 jaar afgebroken wordt om een ander duurzaam gebouw op neer te zetten, ja, dan kunnen we het geheel van de twee zaken onmogelijk duurzaam noemen, waardoor dat ook weer stakeholders hebben gezegd dat het hier gaat over greenwashing. Dat brengt ons bij het einde van dit stukje van de presentatie, waarbij dat het duidelijk wordt wat de definitie is van greenwashing, door eigenlijk in te zien van dat greenwashing niet gedefinieerd wordt door de bedrijven, maar door de stakeholders. Want als we het zo gaan bekijken, dan zien we dat onvoldoende onderzoek heel dikwijls voorkomt, dat vage claims kunnen leiden tot andere ideeën, andere blikvelden en daardoor tot greenwashing kunnen leiden en dat ook inconsistenties tussen claims en realiteit, hoewel dat niet met de slechte bedoelingen is, maar dat die wel kunnen zorgen voor greenwashing. Nu, als we het hebben over, ja, dit is greenwashing, maar hoe ontstaat greenwashing nu? En dan hebben we nog een veel interessanter inzicht, want als we zeggen van het komt niet voor uit slechte intenties, nee, sterker nog, het komt voort uit enkele van onze meest menselijke trekken. Namelijk het feit dat wij willen focussen om ons werk gedaan te krijgen, het feit dat wij erbij willen horen, dat we het fijn vinden dat de sfeer goed zit en het feit dat we soms heel enthousiast zijn over onze verwezenlijkingen. Drie zaken die we onmogelijk slechte intenties kunnen noemen en die alle drie in ieder van ons kunnen zitten. Laten we beginnen met het eerste, focus. We leven in een wereld met ontzettend veel informatie, ontzettend veel inspiratie, ontzettend veel prikkels. En als we in die wereld met al die inspiratie, al die informatie iets gedaan willen krijgen, ja, dan moeten we ons focussen. En dat doen we ook. We focussen ons en we gaan eigenlijk alle zaken die irrelevant zijn op het moment dat we ons focussen, wegfilteren. Het probleem is alleen dat op het moment dat we zaken wegfilteren, dat we ook het risico lopen om bepaalde sociale en ecologische noden en gevoeligheden van anderen niet meer te zien. En om dit te verklaren, heb ik hier een anekdotisch filmpje, maar het geeft wel een inzicht op de manier waarop dat wij focussen en hoe dat we deselecteren. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count? The correct answer is 15 passes. But did you see the gorilla? This video is from Dit laat exact zien wat het resultaat is als we ons focussen.
Voor degenen die het filmpje nog niet gezien hadden, denk ik dat de meeste de zwarte gorilla ook niet voorbij hebben zien komen. Want wat doen wij om ons te kunnen focussen? We gaan eigenlijk zeggen van, oké, we moeten de witte mannetjes hier, de mannetjes met de witte t-shirten, die moeten we volgen. Dus we gaan alles wat niet wit is, gaan we deselecteren. Met andere woorden, de zwarte gorilla, we hebben hem ook letterlijk niet gezien. Als je ook achteraf dat filmpje terugziet en die gorilla voorbij ziet lopen, dan kunnen de meesten van zichzelf ook niet voorstellen van hoe komt dat nu dat ik dat niet gezien heb. Maar het is dus een perfect menselijke trek. En deze slide laat eigenlijk alle mogelijke biases, dus alle mogelijke filters die wij mensen hebben, zien. Het is een overzicht daarvan, ik ga daar zeker niet in detail, maar het is gewoon om aan te tonen hoeveel bias dat wij nodig hebben om een weg te banen door de veelheid aan informatie in de wereld. En hoeveel kansen dat er ook zijn dat wij soms oogkleppen op hebben en gewoon zaken niet zien. Dit is een voorbeeld van een advertentie van Heineken, waarbij dat het heel duidelijk is geweest dat er zoiets als selective attention aan de gang was. Als je die advertentie vanuit de kant van degene die het gemaakt heeft kijkt, vanuit degene die de focus legde, die ziet daar eigenlijk ja, een bartender een flesje over een toog laten glijden, waarbij dat flesje uitkomt bij een vrouw die een wijntje aan het drinken is, met dan de bijquote, sometimes lighter is better, waarmee dat die al aangeven van kijk, ons light bier heeft minder calorieën dan dat glas witte wijn dat die vrouw aan het drinken is. Nu, als je die advertentie langs de andere kant bekijkt, dan zie je dat er een bartender een flesje over een toog schuift, dat flesje 3, 4, 5 zwarte mensen passeert om uiteindelijk uit te komen bij een witte vrouw, om dan het bijschrift te krijgen, sometimes lighter is better. Kunt u wel voorstellen dat dit in de Verenigde Staten een grote hetsen is geweest? Heineken heeft daarop gereageerd en die zeiden van, ja, we hebben het niet gezien. En als je nu terugdenkt aan het filmpje met de zwarte gorilla, dan kunt je je voorstellen dat het ook effectief de waarheid is. Ze hadden het niet gezien. Ze hadden zo'n focuspunt dat ze niet door hadden wat eigenlijk de andere connotatie was die bij het filmpje gelegd kon worden. Een ander voorbeeldje is hier eentje van H&M, waarbij dat ze een zwart kindermodeltje op de cover hadden gezet met een toffe trui aan. En dat is ook hoe dat zij het zagen. Wat natuurlijk de stakeholders zagen was dat er op dat opschrift van die trui Coolest Monkey in the Jungle stond. In veel talen is monkey jammer genoeg nog altijd een scheldwoord voor zwarte mensen. Aap in het Nederlands. Waardoor dat heel veel stakeholders dit absoluut niet vonden kunnen. H&M heeft in eerste instantie zelfs met dit inzicht niet doorgehad op welke manier dat zij hiernaar aan het kijken waren. Zij hebben dan wel beslist om het in Afrika weg te halen, de advertentie. Maar het is pas na een paar weken dat ze echt de impact ervan begrepen en dat ze ook effectief overal de advertentie weggehaald hebben. Dat brengt ons bij de tweede. Een van onze meest menselijke trekken, ja, we willen erbij horen. We vinden het tof als de sfeer goed zit, als het tof is in het bedrijf, als iedereen overeenkomt, als we dezelfde ideeën hebben, dezelfde meningen en dat als een meeting gemakkelijk gaat, omdat we allemaal op dezelfde golflengte zitten. Het probleem van dat gegeven is ook soms dat we om toch maar die sfeer te kunnen behouden, dat mensen soms hun kritische ideeën, hun kritische feedback voor zich houden en gewoon niet meer durven degene te zijn die de sfeer gaat verpesten. Er is ontzettend veel onderzoek over gedaan, want het zijn uiteraard geen nieuwe dingen die ik hier vertel. Groupthink is een gegeven uit de psychologie. En dit is een voorbeeld wat ze daar al dikwijls bij aanhalen. En dat is de Challenger geweest. De Challenger is een ruimteveer dat in de jaren 80 naar de ruimte moest gaan. Maar op het moment van de lancering was het een paar graden kouder dan in alle testsituaties was geweest.
En ja, eigenlijk zouden er een aantal rode vlaggen moeten zijn afgegaan. Want ja, een aantal graden lager, wat voor impact heeft dat nu op een ruimteveer? En achteraf gezien zijn er ook een aantal ingenieurs geweest die zeiden van ja, ik heb mij die bedenking wel gemaakt. Maar er was zo'n uitgelaten sfeer, het was zo plezant. Iedereen had jaren gewerkt aan die Challenger en eindelijk was dat moment daar dat die Challenger gelanceerd ging worden. Er was een sfeerstemming en er was niemand die de persoon wilde zijn om heel die sfeer te gaan verpesten. Het resultaat is jammer genoeg heel dramatisch geweest. De Challenger is in de Atlantische Oceaan neergestort en heeft 7 inzittenden meegenomen. In bedrijven is het natuurlijk heel moeilijk om voorbeelden te vinden van groupthink, want ja, dat is een interne dynamiek en er is geen één-op-één relatie met wat het resultaat is. Wat we wel weten van groupthink is dat een heel karakteristiek kenmerk is dat een groep een karikatuur gaat maken van een andere groep waar dat ze het niet helemaal mee eens zijn. En dat is wel iets wat we terug kunnen vinden in de communicatie die zo'n bedrijf naar buiten brengen. Want hier in dit filmpje van Audi lijkt het wel heel duidelijk waarvan dat zij een karikatuur maken. En uiteraard kunnen we niks met zekerheid zeggen. Maar we weten wel dat een aantal jaren Dieselgate eraan gekomen is. En we vragen ons af of er misschien toch een vorm van groupthink was die het vermeed dat er zo'n toch kritische geesten opstonden om te zeggen dat het hele Dieselgate-verhaal, dat daar toch iets aan gedaan zou moeten worden. Okay, so it's 3708, okay. Paper plastic. Plastic. That's the magic word. What? Green police. You picked the wrong day to mess with the ecosystem, plastic boy. Battery! Battery. Let's go, take the house, come on! Put the rind down, sir! That's a compost infraction! Oh, did you install these bulbs? Yeah. Tragedy strikes tonight where a man has just been arrested for possession of an incandescent light bulb. What do you guys think about plastic bottles now? The water setting is at 105. Yeah. You got a TDI here? Clean diesel. You're good to go, sir. Nog een ander voorbeeld waarbij dat groupthink involved was, was in de hele lean-in hype die Sheryl Sandberg is gestart met haar boek Lean In, waarbij dat ze eigenlijk een handleiding gaf aan vrouwen om beter in te passen in de mannelijk gedomineerde bedrijfswereld, zeker aan de top. Sheryl Sandberg heeft daar heel veel reactie op gegeven, want door eigenlijk net tegen vrouwen te zeggen dat ze zich moeten aanpassen aan de ander hun gedraging, aan de ander hun groep en de ander hun sfeer, nam ze eigenlijk alle mogelijkheden weg om diversiteit binnen te brengen in bedrijven, om toch een kritische geest te hebben binnen bedrijven en om ervoor te zorgen dat op die manier toch fouten die er kunnen gebeuren door groupthink te vermijden. Er is daarna ook, want ja, er zijn een aantal mensen hiervoor opgestaan, want het gaat hier over vrouwen, maar het gaat over een veel breder gegeven dan alleen man-vrouw. Het gaat echt over diversiteit en dan hebben we het ook bijvoorbeeld over extraverte personen versus introverte personen. Er zijn daarna ook heel veel onderzoeken naar gebeurd en daar blijkt ook duidelijk uit dat bedrijven die diverser zijn, dat die het ook beter doen en dat die stabieler zijn en dat die beter bestand zijn tegen toekomstige risico's. En dat heeft te maken met die groupthink, want hoe diverser het bedrijf, hoe meer mensen dat hun ogen kunnen openhouden voor eventuele oogkleppen en dat kritisch kunnen gaan kijken van zijn we nog altijd als groep de juiste richting aan het opgaan. En dan tenslotte enthousiasme. Ja, dat is ook niet iets waar we ons eigen voor kunnen veroordelen. We zijn enthousiast als we iets goed gedaan hebben en dan willen we zo snel mogelijk dat de ander ook effectief weet en begrijpt wat we gedaan hebben. En dat is met duurzaamheid niet anders. Integendeel, duurzaamheid is net zoiets waarbij bedrijven de ander willen overtuigen dat ze ook wel effectief met duurzaamheid bezig zijn. En dan zijn ze enthousiast. Het probleem alleen met enthousiasme is dat dat een neveneffect heeft. Je moet namelijk altijd maar enthousiaster worden
Om hetzelfde effect te krijgen. En in de psychologie is dat ook een gegeven dat bekend staat. We kunnen het eenvoudigst omschrijven door de wortel en de stok. Mensen worden gemotiveerd door het gebruik van een wortel of een stok. En in de marketing wordt dat vertaald naar we gaan inspelen op de noden en behoeften en de angsten van de consument. En dat is de laatste jaren ook verder en verder verfijnd. Dus dat is ook iets waar de marketing ontzettend goed in is geworden. Waar ook geniale koppen in zijn. En het werkt ook voor marketing. Maar als we naar duurzaamheid kijken, ja, dan komt daar dat woordje greenwashing bij. En als wij in duurzaamheid telkens gaan escaleren en het gaan versterken, ja, dan komen we heel snel in dat pad van greenwashing terecht. Om het principe van de wortel en de stok nog even uit te leggen, heb ik hier Hollebolle Gijs. En Hollebolle Gijs, dat is een reus en die ligt in de Efteling. En die roept papier hier. Geniaal, want kindjes gaan in de wijde omgeving papiertjes zoeken om in Hollebolle Gijs te gooien, want ze vinden een fantastische gimmick. Probleem is natuurlijk, pak Hollebolle Gijs weg en het incentive om ook effectief papiertjes op te halen, op te rapen, is volledig weg. Dus ja, het is een heel toffe gimmick, maar daar blijft het jammer genoeg ook bij. Hetzelfde met dit. Ja, het speelt in op de angst. Want ik moet zeggen, toen ik het eerste zag, van het komt wel binnen. En het denkt wel even na van, daar moet ik toch wat meer op letten. Maar hoe lang blijft het? Hoe lang trekt het de aandacht? En hoe ver moet het gaan escaleren om de aandacht te kunnen blijven trekken? Hier hebben we een voorbeeld van een bedrijf dat effectief te ver gegaan is in hun enthousiasme. Ik ben ervan overtuigd dat Shell aan het nadenken is over hun CO2. Ze moeten ook wel. Ik ben er ook van overtuigd dat zij al stappen aan het zetten zijn op dat vlak. Maar hier zijn ze toch net iets te enthousiast geweest of hebben ze toch net iets te ver gaan laten escaleren. Want om nu op een truck die fuels of die fossiele brandstoffen en brengen is naar een tankstation om daarop te zetten, ik ben CO2 neutraal. Ik denk dat dat net iets te ver wordt. Voilà. Eerste instantie, terug eigenlijk de basis van mijn presentatie. Ik wil duidelijk maken dat greenwashing niet voortkomt uit slechte intenties. Integendeel zelfs, het komt voort uit onze meest menselijke eigenschappen. En als focus, dat samenhorigheid en enthousiasme. En daarom wil ik jullie hier ook nog een paar handvaten meegeven van hoe daarmee om te gaan. Want het is onmogelijk om die zaken te vermijden. Het zit in ons, we zijn mensen, we hebben er allemaal last van. Maar hoe gaan we daar nu eigenlijk mee om te vermijden dat we richting greenwashing gaan? Eerst een tip is, ja, erken in eerste instantie dat je blinde vlekken hebt. Iedereen heeft blinde vlekken. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die er in staat is om zich te focussen zonder eigenlijk een aantal zaken niet te zien. Dus geef dat in eerste instantie toe en vraag dan aan stakeholders om je attent te maken op bepaalde blinde vlekken. Zij daar nederig in, vraag gewoon hulp. En dat kan op het hoogste niveau. Bij een duurzaamheidsstrategie. En je ziet ook dat heel veel organisaties, zoals bijvoorbeeld GRI, Global Reporting Initiative, of UN Global Compact, dat die dat ook effectief eisen. En dat is hierom. Dat is om ervoor te zorgen dat die blinde vlekken blotgelegd worden. Maar dat kan ook op het laagste niveau, bijvoorbeeld in een advertentie, vragen een focusgroep om heel even te kijken van zijn er zaken die ik over het hoofd zie. Zorg er daar dan ook altijd voor dat als je die stakeholders gaat bevragen, vraag dan ook altijd aan de meest kritische stakeholders wat dat er speelt. Want die zijn echt in staat om die blinde vlekken bloot te leggen. Zodanig dat je het weet, en dan is het nog altijd aan de bedrijven zelf om te zien wat dat ze er ook effectief mee gaan doen. Een tweede tip is, en die geldt vooral voor bedrijven met een heel sterke bedrijfscultuur, bedrijven waar de sfeer heel goed zit, ja, die bedrijven die hebben net meer nood aan policies en een beleid dat hun minderheden helpt om afwijkende ideeën voldoende ruimte te geven. En dat klinkt heel contradictorisch, want ja, hoe gaan regeltjes nu bijdragen aan de cultuur, aan de sfeer van een bedrijf? Oppervlakkig gezien niet, uiteraard, want oppervlakkig gezien zijn die feestjes en is die goede sfeer natuurlijk belangrijker. Maar als we in een diepere laag gaan kijken, dan zien we wel, en dat is ook effectief bewezen, dat bedrijven waarbij dat er meer ruimte is voor kritiek, waarbij dat er ruimte is om elkaar af en toe te challengen, dat dat ook bedrijven zijn die op lange termijn veel gezonder blijven en die veel interessantere groei neerzetten. En dan tenslotte,
Communicatie over duurzaamheid volgt andere regels dan de reguliere communicatie. Dus zijt u daarvan bewust, als je gaat communiceren over duurzaamheid, doe het volgens de principes van de intrinsieke motivatie. En hier geef ik nog heel even mee op welke manier dat die twee van elkaar gescheiden zijn of van elkaar anders zijn dan elkaar. Langs de ene kant hebben we de marketing als middel om in te spelen op de behoeften en de angsten van de klant. Dat is een marketing die op korte termijn ontzettend goede resultaten heeft. Het probleem is alleen, je moet het escaleren om nog dezelfde resultaten te behalen. Wat jammer genoeg niet kan bij duurzaamheid, als we greenwashing willen vermijden. Dus wat moeten we als met duurzaamheid doen? Daar moeten we ervoor zorgen dat die duurzaamheid ingezet wordt om de identiteit verder te versterken, zodanig dat het geloofwaardig wordt. De Leize heeft het hier bijvoorbeeld gedaan. Zij hebben hier gezondheid gekozen als hun duurzaamheid waar ze op willen inzetten. En wat doen zij hier? Zij gaan informatie geven in de taal van de klant. Voor de ene gaat dat in de taal van de lijzenkaart zijn. En de andere gaat dat in een kindertaal zijn. Maar in de taal van de klant, zodat ze zelf de juiste beslissingen kunnen geven. Waarmee dat ze hun eigen identiteit telkens versterken. Waarbij dat de klant, de consument, ook telkens terug het idee krijgt van ah ja, inderdaad, ik kies voor de lijzen omdat ze met gezondheid bezig zijn. Ah ja, ik krijg weer een bevestiging dat ze met gezondheid bezig zijn, waardoor dat die intrinsieke motivatie opgebouwd wordt. Het is een iets tragere vorm, maar het vermijdt wel dat duurzaamheid greenwashing wordt. En op lange termijn gaat dat exponentieel gaan dus groeien. Dit is ook een voorbeeld van force majeure, dat is een alcoholvrij bier, die op een heel gemakkelijke manier extrinsiek zouden kunnen gaan adverteren. Want ja, alcohol, het is heel gemakkelijk om hier te gaan inspelen op de angsten bijvoorbeeld van de consument, maar ook de noden en de behoeften van de consument. Zij kiezen er alleen voor om te zeggen van we gaan informeren in de taal van de klant, zodat hij zelf de juiste beslissing kan nemen. Dus wat doen zij? Zij focussen op de smaak, zij focussen op hun verpakking en zij zorgen ervoor dat de klant zelf kiest voor alcoholvrij en dat ze het niet opleggen om voor alcoholvrij te gaan. Voilà, dat waren onze tips. Ik ben misschien snel door die tips gegaan, want elk van die tips kan natuurlijk weer verder uitgebreid worden en dat gaan we dan ook doen. Elk van deze tips wordt nog eens vertaald in een volgende webinar. Dus zowel als het gaat over stakeholders, als over policies en beleid, als over intrinsiek gemotiveerde communicatie, hebben wij webinars die in de toekomst nog jullie richting uitkomen. Dit was het voor vandaag. Ik hoop dat ik jullie terug kan verwelkomen op een van onze volgende webinars, waarbij dat we dieper ingaan op onze tips en tricks.